Zondagavond was er een reportage van Hart van Nederland over meneer Panhuizen, een 63-jarige Amsterdammer die alle amateurclubs in Nederland bezoekt. En de laatste vraag die hij kreeg was, waar zou je nou nog heel graag een keer naartoe willen? En toen zei hij, Veenleveen, want daar kan ik met het openbaar vervoer niet komen. En dat klopt. Nou, daar hebben we natuurlijk op gereageerd. En we zijn met een kleine delegatie hier om hem welkom te heten. En dan nemen we mee naar het voetbalveld waar soep en broodjes voor hem klaarstaan. Ja, uitgeschikt. Oké. Okay. Op de Veenleveen. In Veenleveen. Bij VV Veenleveen. Geweldig. Ik vind het fantastisch. Ik doe het 31 jaar, maar het is overmiddels dat ik allemaal mee mag, ja. Ik geloof niet op mijn werk, want ik ga al die andere clubs bezoeken, ja. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dat is ook iets speciaals, hè, vandaag, hè. Heel speciaals. Ja. Hier ging het om, hè? Ja, het is geweldig, hè. Het is overkomen allemaal, ongelooflijk. Doe maar nooit! Ik ga nog niet over de uit, hoor. Dat is allemaal zo. Hè? Gisteren en vandaag wel een super weekend, hoor. God, ongelooflijk.